De titel van mijn column van deze week is Cultuurschok. Afgelopen week logeerden twee kennissen uit Rajasthan bij ons. Ze zijn al eerder bij ons geweest, dus van een echte cultuurschok is geen sprake meer. Maar er blijft meer dan voldoende over om zich te verbazen. In de ogen van onze gasten valt het met de opwarming van de Wiegese aarde reuze mee. Momenteel is het in Rajasthan zo tussen de 45 en 50 graden. Ontbijt is het in onze woonkamer 22 graden. Voor mij reden om de korte broek aan te doen. Bij hen ging de dikke jas aan. Op maandagochtend reden we over de Wiegese weg Nijmegen binnen. Strak asfalt, geen gaten, nauwelijks verkeer, geen overstekende koeien. Kom er maar eens om in de grote steden van Rajasthan. En dan toch maar een sukkeldrafje van 50 kilometer per uur. Zonde van zo'n mooie weg. Al dus hun commentaar. Ik heb maar niks verteld over de verkeersprincipes van Green Left in Nijmegen. Natuurlijk mocht een bezoek aan de Stevenskerk niet ontbreken. Google Translate kon het refrein van Almotte Krupe vanuit het Nimweegs lastig in het Hindi vertalen. Maar zonder dat begrepen ze toch wel dat de toren een icoon van de stad is. Dat bezoekers zomaar overgraven in de kerk mochten, en wilde lopen, was iets wat ze niet begrepen. Toch een nadenkmomentje voor mij. Smorgens zat ik, zoals altijd, de Gelderlander te lezen. Het was lastig uit te leggen waarom ik af en toe moest grinniken. Want probeer maar eens het artikel uit te leggen over testcenter Stella, die zich aan de nieuwe weg in Wiegen wil vestigen. Je kunt daar een proefritje maken op een gewone fiets of e-bike om te kijken of die fiets je bevalt. Vervolgens kun je daar uit de folder via internet een fiets bestellen. Het liefst wel buiten op de stoep via je telefoon. En hup, een paar dagen later staat de fiets blinkend bij je thuis op de stoep met een accept Kirokaart erbij. Want je mag aan de nieuwe weg volgens het bestemmingsplan die fiets niet per pin of contant afrekenen. Dat is namelijk oneerlijke concurrentie voor de andere fietsenwinkels in Wiegen. Juridische experts zoeken nu uit of dit echt zo is. Dat zijn onaanvolgbare regels waarvoor mij geen touw aan vast te knopen is. Laat staan voor iemand uit Rajasthan. En wat te denken van een gemeentelijke inkeerregeling voor kamerverhuurders zonder vergunning in Nijmegen. De gemeente geeft ze tot 1 juli de kans tot inkeer te komen door zich alsnog aan te melden voor een vergunning. Wat een gemeente mensen tot één keer laat komen grenst voor hen aan het onwaarschijnlijke. Ik ben door een paar straten gereden in de 19e eeuwse schil. That are fairy tale houses, dus de opmerking vanaf de achterbank. Voor kritische buurtbewoners en sommige politieke partijen is er echter weinig sprookjesachtig aan. Afgelopen vrijdag heb ik ze naar andere kennissen van hen in Almere gebracht. Van Nijmegen naar Almere. Dat is zelfs voor mij een cultuurschok.